ben eruit gekomen. Bij extract? Of Nee. oh, uit het gebouw? Hij is echt wel, heeft twee lines. Hij heeft jou gekillt, ja, genoeg. Wie? Die dude. Die jij hebt gekillt. Ja. Die hebt mij gekillt. Ja. Hoe heette die? Tim Vries. Tim Vries? Ja. Nee, dat is een andere. Maar misschien is dat wel Samati of zo. Ja, of een andere dude die nog ook nog was. Oh, daarom zei je chat. Hij heeft gewoon mij leeggelikt. Ja. En ik ben geëxtract. Dit was echt de zuurste kill ooit. Ik wou eigenlijk hem toevoegen en zeggen sorry, mate. Ja, maar je killde hem omdat je zat te campen, of? Ja, ik killde omdat ik vast zat. En ik kon niet weg zonder dat hij me neermokerde. Toen zag je mij heen kruipen naar extraction en toen dacht ik... Yes! Ik vind het wel zielig. Dus Ams armen helemaal kapot geschoten, hitcount 14. Oh, damage delta body 382. MOU's 31 en hitcount 14. Maar 5 damage armor maar. En dan 40 keer gehit worden. Nou, en dan nog niet dood zijn. Maar ik schoot op zijn hele lichaam, dus het scheelt wel. Ik heb terug. Oh, dit voelt zuur. Maar wel grappig. En ik ben er gelukkig uitgekomen, dus ik weet... Oh, dat wordt echt een nieuwe best pokkers camp plekje ooit in custom. Dus als je niet meer weet waar je bent. Eigenlijk moet ik offline raid gaan even jou laten zien. Ja, is goed. Wacht, ga jij maar een raid offline customs doen even zonder iets. Dat is beter, denk ik. Wacht, ik kan het nu wel proberen als mijn, hoe heet het, als mijn players cav. Yeah. Bij Dorams? Ja, streamer even. De 3. Ik heb wel die MPX gedropt, maar dat boeit me ook niet. Ik wil die mee. Hoe vaak ben je op scop schieten? Godverdomme. Jongen, Tarkov. Maar af en toe zit mijn rechtertje ook op hem, maar dan, ik weet niet, maar die kogel die vliegt dan net over zijn schouder elke keer of zo. Maar dit was ook een player's cav. Ik dacht eerst normie's cav. Nou, hij heeft allemaal dudes gekillt, volgens mij ook die dude. Dus misschien ben je zelfs ongelikt achtergelaten. Hij wel M61 in zijn merk zitten, dus 81. Namelijk M161. Maar deze ammo is ook echt trash. Ja. Dit is hier Gexa ofzo. Oeh. Heb jij BT in je merk zitten?
Die? Ja? Nee. Oh. Hij heeft, als je wil weten, heeft twee Lions, een tierpot, een paracord, een SSD, een vaas, een TT silencer en gold chain zo te zien. Zo'n TV hebben we 110 van 82,4 totaal. Maximaal natuurlijk. Was ook een player's cap, denk ik. Oei. Maar nu beginnen mijn ammo wel aardig op te raken. In die AKM VPO, wat voor ammo gaat erin? Geen PS, denk ik. Nee, geen PS, weet ik zeker. Nee, dit is die Gexa ammo zit in. Ja. Die punt 366 ofzo. Ja. Nee, deze past er niet in, hoor. Oh. Oké, twee players cap gekillt. Nog weinig chills leeggelikt. Maar jij was in dit raam gesprongen ofzo? Ja, in dat raam je daar, ja. Hoe doe je dat? Dan moet je iets op de rim jumpen. Ja, of iets hoger dan dat. Ja, oké. Of moet je op dit railingje staan? Nee, dat deed ik niet. Ik stond er gewoon rechts. Gewoon rennen en jumpen. Rennen? Maar het kan ook zijn dat je switch streng levels nodig hebt. Hè? Misschien. Gewoon rechts staan. Gewoon rechts van die deur. Maar erop springen. Ook hoor, je moet rennen. Vijfduizend player scares incoming. Ja, dit is het ook trouwens? De derde. Ja. Nou, je hebt geen, als je eruit komt, heb je geen PMC-run goed gedaan, man. Ja. Deze. Ja, dat vind ik ook wel lachen, man. Maar ik hoorde ook nog een normie scav ergens. Wees, ik haat extract camps, dus eigenlijk vind ik het heel pokkenzielig voor hem. Boeien, hoe vaak gebeurt het jou wel niet? Nou, jij werd er laatst nog gebeurd. Bij mij bijna nooit eigenlijk. Dat geluk heb ik. Ik ben bijna nooit geextract camped. Wel geextract killed een paar keer, maar nooit echt door een camper. Meerdere gekillt door mensen die toevallig gaan lopen. Dan ben je dan weer genaaid. Weer verkeerde moment, verkeerde tijd zo daar. Het gebeurt hem wel meerdere keren. Kut, ik had de screenshot moeten maken van de loot van hem, boeien. Oeh. Hey. Scheelt weer een plekje. Oeh, BP ook nog.
Ja, hij heeft kapotte armen, ik weet alleen niet meer welke. Ik vergeet te kijken, volgens mij Quint. Hier zijn hij was echt beladen vol. Sorry? Hier zijn sowieso wel nades gegooid. De lichten zijn allemaal verrot. Maar... Hoe is deze niet geloot dan? Misschien de chat is nog niet aanwezig geweest. Alleen die scavs hebben lopen loot daar, die chat misschien niet. Ik zou niet doen. Ja, hun hebben daar hier ruzie. Oh, is het die andere te kijken? Ja, hier zag ik net twee players of zo, of scavs weer. Players nog scavs meer players. Maar nu is het rustig, dus ik denk dat er. Oh nee, koor is weer. Ik ga er ook gewoon in. Ik hou van gezelligheid. Zou die in het hockey zitten? Kan. Maar ik ben een paar hond karaaike geworden door die ene doof net. En nu jij nog. Deze Kevron, man. Ik weet niet, ik durf hem nog niet te looten. Misschien zit die andere guy hier nog. Ho! Check deze loot. Wat zit hierin? Hij heeft net een PMC gekillt, denk ik. Ik vermoed dat hier nog een body ligt. Hier is het ook gezellig. Ik ga erin. Zag je die one-tap? Nee. Weet ze niks. Ik heb jullie al, ik heb jouw scherm en die andere scherm tegelijk aan, dus even die andere te kijken. Nou, die... Ik zou gewoon extract als ik jou was, hè?
is het ook een player's cav. Ik denk het wel, hij had een nade bij hem. Of hebben normie scavs dat ook? Sorry? Grenades. Ja, dat kan. Soms. Maar hij had een ADAR met van alles erop. Hij was wel fully geared, deze guy. Het bestaat, maar het kan ook gewoon een speler zijn. Of ja, nee, dan moet hier pouch onder staan, toch? Of niet? Nee, dat hebben ze veranderd. Oeh, dat is nice en. Lekker. Oh, was dat alles? Ja, er zijn verschillende soorten ammo die erin zitten, denk ik. Of weet je wat we doen? Haal die ammo's even weg. Die Gammon Bear Cut zit. En dan gewoon één keer doorgaan met unloaden. Ja, gewoon één keer laten doorgaan. Dit is best wel chill, toch? Die ammo? Ja. Dat is de ammo wat ik net had, dus hele tweede beste. Maak gewoon stacks zoals dan. Ja, je moet wel die andere even stacken, dan, anders gaat die ook niet. Hier ligt nog een Mac'je ergens. Sorry? Hier lag nog een Mac'je ergens. Oh. Die, oh ligt, die ligt in hem. Ik zou niet te lang bij hem zitten. Ik zou gewoon extracten. Oké, okay. Crossroad. Trailerpark. Dat is daarvoor je trailerwalk check volgens mij. Nee toch, dat is bij trailerpark ja. Toch? Oh. Ik dacht het daar was, maar ook kan ook wel. Dat is een andere. Oh, hier aan de andere kant van de muur hoor ik ze geefs. Ik ben niet zo blij met jou zijn. Wat is er met die player scavs tegenwoordig? Nee, nee, nee. Ik zou healen. Godverdorie. Hoeveel zijn er wel niet? Oh, je hebt een heavy bleeding, denk ik. Nee, gelukkig. Nee. Ik zou wegwezen hoor. Ik zou gewoon denken van, ik boek hem klaar ermee. Ik zou ze niet eens looten. Maar dat is mijn keuze. Ja, je hebt echt niet. Zoveel spelers. Hoeveel spelers heb je niet gekild? Zoveel 8? Nee, niet zoveel. 6 of zo. 5. Dit is ook wel een hunter. Filter is best wel waard, ik heb beter chill weg. Nee, die filter is 20-30k waard. Die weg? Nee, ja, die is niet zoveel. Dia. Die visor, Pfizer is ook niet zoveel. Oh, dit voor die kut ding. Ja, ik kan gewoon droppen. Ik zou niet te kennen doen, Mark. Ja, ik heb nergens anders aan voor. Nee. Of ja, ik heb ook geen kennen, Max. Oh, wel. Eentje. Die PSM of zo. Als ik nu nog players cap tegenkom. Dat we even komen, als ik jou was, gewoon extraction. Als de Team Sirin was, heeft hij een nice XP gekregen. Ja, flink ook. Ja, sorry dat het zo lang duurt allemaal. Dat maakt niet uit. Nee, maar als je nu juist net. Ik was bang dat je net gememd werd door de scavs. Daar is het eentje was, maar je ziet dat een tweede er in één keer achter ook. Ja, op zich.
Maar ik zag hem in één keer net over dat muurtje inspringen. Ik dacht, what the fuck, dat doen normale skeffs toen niet. Normale skeffs doen dat niet, nee. Ik had crossroads, toch? The fuck? Oh, huh? Sinds wanneer moet je aan deze kant staan? Scarfs, de ene kant voor scarfs en de andere kant voor... Ja, ja, ja.